Dus we gaan met elkaar een heel bekend stuk lezen. Voor velen van ons een bekend stuk, moet ik zeggen. Het is het verhaal van de verloren zoon. Ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. Maar u kunt natuurlijk gewoon meelezen uit uw eigen vertaling. En we beginnen Lucas hoofdstuk 15 bij vers 11 tot en met vers 32. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar om zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen zijn vader, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij me en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden. Nou, zoals ik al zij is het voor velen van u natuurlijk een heel bekend verhaal. We zien hier de jongste zoon helemaal losgaan. Hij verbraste al zijn geld. Hij ging naar de prostituees. En hij heeft van alles gedaan, moeten we maar zeggen, wat de Heere verboden had. Hij eindigde zelfs op een gegeven moment tussen de varkens. En als u op de hoogte bent van de Joodse gebruiken, was dat toch wel echt het dieptepunt. Je gaat varkens hoeden als Jood. Zo diep was hij gezonken. En ja, we kennen het verhaal en we zien dat hij terugkomt. En we zien de vader vooruitgaan en het vaderhart was open en hij ontving hem. Net zoals de Heere God, zijn vaderhart altijd open staat voor de zondaar. Minder bekend is echter het verhaal van de oudste zoon. Natuurlijk staan we daar ook wel eens bij stil. Hè? En er worden vaak ook theologische duidingen aangegeven. Hè? Mensen zeggen dan van nou, het verhaal symboliseert als het ware het volk Israël. Hè? Dan is de oudste zoon het volk Israël die de Heer Jezus verwierp. En dan de heidenen, dat zijn dan zeg maar de jongste zonen, die worden dan ontvangen. Dat is op zichzelf een prima
duiding. Ik zal daar ook niks van afdoen. Maar ik wil eigenlijk met u eens gaan kijken naar het gedrag van deze oudste zoon. Want wat zien we gebeuren bij hem? Er is iets aan de hand hier. De oudste zoon die lijkt op een of andere manier verbitterd te zijn. Je zou het jaloezie of minachting kunnen noemen wat hij daar laat zien. Of misschien wel teleurstelling. En we lezen dan ook wat hij zegt. Ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu, deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Onthoud dat laatste stukje even. Als zendeling op Madagaskar ben ik niet alleen maar bezig met het zendingswerk. Ik heb uiteraard ook hobby's. De meeste van ons doen ook wel andere dingen naast hun werk. En een van mijn grote hobby's is wat ze noemen in de theologie apologetiek. En dat betekent eigenlijk zoiets als geloofsverdediging. En dat vind ik helemaal leuk. Dat heb ik altijd ontzettend leuk gevonden. Op die manier ben ik zelf ook tot geloof gekomen. Mijn eerste baas benaderde het geloof vanuit een stuk geloofsverdediging. En ik raakte daardoor overrompeld en gegrepen door de Heer. Ik maak daar ook graag filmpjes voor. Ik schrijf daar stukjes voor op mijn website. En mijn laatste serie ging eigenlijk over valse leerstellingen. We hebben door de hele geschiedenis van de eerste kerk af aan toch wel heel wat valse leerstellingen binnen de kerk gehad, die dan verdedigd werden en vervolgens veroordeeld worden. En een van die valse leerstellingen, of ketterijen met een ander woord, is het zogenaamde donatisme. Nou, wat leert het donatisme nou? Die zeggen eigenlijk dat een sacrament uitgeoefend moet worden door iemand die niet in zonde is. Gebeurt dat wel, dan is het sacrament ongeldig. Een sacrament is bijvoorbeeld het avondmaal. Of iemand dopen, dat is een sacrament. De doop is een sacrament. En stel je nou toch eens voor dat jij gedoopt wordt door een broeder die later toch eigenlijk bleek in overspel te leven. Nou, de donatisten die hadden daar heel veel moeite mee. Er was in die jaren, dan heb ik het over zo'n rond 300 na Christus, was er ook een bisschop die moest gewijd worden. En degene die deelnam aan het inzegenen van die bisschop, die was in de jaren daarvoor, was hij die was eigenlijk niet goed bezig, want de christenen werden vervolgd en hij had vrijelijk meegewerkt aan de vervolgers. Hij had broeders en zusters had hij ook verraden. Hij had de heilige geschriften had hij ook aan de Romeinse soldaten gegeven om verbrand te worden. En nu was hij betrokken bij de inzegening van een bisschop. En toen kwam het uit dat hij gezien werd als een verrader. Dus deze groep mensen hadden gezegd, ja, maar dan is die inzegening van die bisschop hartstikke ongeldig. En zo ontstond de groep donatisten. Maar dit roept wel vragen op, ook in die jaren. Want hoe zit dat inderdaad met uw doop? Ik kan niet in het hart kijken van degene die iemand doopt. Hoe zit het, om het nog even ingewikkelder te maken, met het huwelijk? Dat is ook een sacrament. Degene die uw huwelijk inzegent voor het aangezicht van de Heere, hoe gaan we daarmee om als die in zijn stiekeme leven een zondig leven erop nahoudt, niet leeft als een christen op zondag, halleluja, op maandag op de brede weg? Dat wordt heel ingewikkeld. Nou, om een lang verhaal kort te maken, deze leer is ook veroordeeld in de, moet ik het even opzoeken, in de synode van Arles in 314 na Christus. En het werd toen door de gezamenlijke kerkleiders ook gezegd van, nou, dit deugt niet. Hier gaat het mis. En het was niet zo heel ingewikkeld om daar een reden voor te bedenken waarom het ergens aan het wringen was. We hoeven alleen maar naar Romeinen 3 vers 23 te gaan, waar staat, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En als absolute heiligheid vereist wordt
om God te dienen, dan kunnen wij alle wel inpakken. Dan moest ik linea rect terug naar Nederland. Dan moest ik weer een eerlijke baan gaan zoeken. Mogelijk weer in de bakkerij zoals ik dat vroeger was. Dan moest ik ophouden met het dienen van God. Want een absolute heiligheid is schier onmogelijk voor de mens. En zo dus ook voor die donatisten. We mogen ervan uitgaan dat de sacramenten die wij in goed vertrouwen, in vol vertrouwen op de Heere toegediend krijgen, onze doop. Ik hoor dat Samuel en Shirley gedoopt zijn. Mijn dochter is op Madagaskar 2 jaar geleden gedoopt. Wij mogen ervan uitgaan dat als dat uitgevoerd wordt, dat God zijn zegen daaraan verleent. En we weten ook dat de sacramenten, het huwelijk, de doop, het avondmaal symboliseren ook de geestelijke waarheden van de Heere. En het is God die erdoor werkt. En zijn vermogen wordt niet beperkt door de morele toestand van de persoon die ze toedient. God is machtiger en sterker dan dat. Hij staat daarboven. Nou, wat zagen we? De donatisten maakten een onderscheid binnen de gemeente. Binnen de gemeente van Christus. Zij begonnen eigenlijk de gemeente op te delen in klassen. Ze zeiden eigenlijk van, nou, wij zijn de vrome mensen. Wij dienen de Heer. Kijk eens even naar ons. Wij hebben nooit een wet van de Heer overtreden. Misschien resoneert dat een beetje met de Bijbeltekst die we net zojuist gelezen hebben. En dan hebben we daar het gepeupel. Misschien de stratenmakers. Misschien de hardwerkende boeren. Ach ja, weet je, die leven niet zo zuiver als wij. Er werd een klassensysteem opgesteld door deze donatisten, wat een werkelijke onrust teweegbracht in de oude gemeente. De gemeente begon naar elkaar te kijken, mensen begonnen elkaar te bekijken van, doe jij het wel zo goed als ik? En ze klaagden eigenlijk over hun broeders en zusters, niet meer alsof het hun broeders en zusters waren. Maar ze zeiden, zij zijn niet zo toegewijd als wij. Wij zijn eigenlijk beter. Zij begonnen dus ook, ik moet niet weglopen van de microfoon, zij begonnen dus ook reeds toegediende doop, de doop van de mensen, begonnen zij opnieuw te doen. Ze zeiden, oh, ben jij gedoopt door die groep? Nou, dan behoor jij nog niet tot de gemeente van Christus, want die groep, die heeft het mis. En zij begonnen over te dopen. En nou, met alle gevolgen van dien. De gemeente raakte hopeloos verward. Vandaar dus ook dat die veroordeling door de synode hard nodig was om weer die eenheid terug te brengen. En het klagen over niet zo toegewijd zijn als de ander, dat herkennen we. Hè? Want wat hoorden we de oudste zoon zeggen? Ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit een gebod overtreden. Pardon? Ben je zo'n bovenste beste? En dan verwijst hij naar zijn broer, zijn eigen broer. Hij zegt niet, mijn broer komt terug en wat is het een sufferd. Nee, hij zegt, maar nu deze zoon van u gekomen is. Hij distanceert zich van zijn broeder. Het lijkt niet meer dat hij met liefde kijkt naar zijn broeder. Hij verheugt zich niet in zijn broeder die net teruggekeerd is. Hij heeft het over die zoon van zijn vader. Ja, in mijn beleving ben je dan nog steeds je broer. Maar ja, het wordt hier wel heel erg nadrukkelijk door de Heer Jezus ook zo naar voren toegebracht. En ja, die oudste zoon, hè, die had nooit dat verkeerd gedaan. Hij had nooit iets verkwanseld. En heb je hem horen zeuren over een feestje? Nee, zijn vader heeft hem nooit een bokje gegeven, maar hij heeft ook toch ook nooit erom gezeurd. Het is niet zo'n zeurkoud, het is een hardwerkende kerel, deed alles wat zijn vader wilde, nooit een gebod over hem hoorde hij niet. Wat was hij goed, hè? Nou, misschien reist dan bij u, bij mij in ieder geval wel. Ik had toevallig met mijn vrouw nog vanmorgen over in de auto. Hoe kijken wij nu toch naar onze broeders en zusters? Hoe kijken wij naar elkaar? Zien wij broeders en zusters, hè, ook al komen ze uit een andere hoek of een andere denominatie,
Of zien wij mensen die het toch eigenlijk een beetje minder goed doen dan wij? Want wij snappen het eigenlijk toch wel heel goed. En laten we maar eerlijk wezen, onbekend maakt onbemind. We zijn helemaal op de hoogte van hoe wij het in onze gemeenschap doen. En ik vermoed dat u zichzelf onder de evangelische schaart. Dus gaat u naar Den Helder, naar onze thuisgemeente, dat is ook een evangelische gemeente, dan is dat bekend. De maniertjes zijn een beetje hetzelfde. Dat is bekend, dus dat is makkelijk te beminnen. Maar ja, dan ga je een gegeven moment eens naar, ga je met een vriend of een collega mee naar, bij wijze van spreken, laat ik hem maar een kerk noemen, de Hersteld Hervormde Kerk. Maar dat is anders. Ja, waar moeten we eigenlijk nu opstaan? Oh, nu moeten we opstaan. Oh, en in deze gemeente zingen ze het slot amen. En in die gemeente spreekt de dominee het slot. Gaat allemaal anders. Dat is onbekend. En dat maakt onbemind. Die broeders zijn vaak ook een beetje anders in hun voorkomen. Hè? Die hebben het allemaal over ernstige zaken. Terwijl wij in de evangelische gemeente toch wat meer hebben over de blijdschap van de Heer. Dus het is allemaal anders. Maar maakt dat deze mensen minder? Zijn wij niet alle broeders en zusters? Nou, wij als gezin hebben al jaren het voorrecht, en ik noem dat oprecht ook een voorrecht, om broeders en zusters te leren kennen vanuit heel verschillende richtingen. Verschillende kerken, verschillende groepen. Ik ga er een paar opnoemen. Wij hebben heel goede vrienden uit de Vergadering der Gelovigen, uit de Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk, Baptisten, Methodisten, Pinkstergemeentes en Evangelische gemeentes. En ik zal maar heel eerlijk zijn, de veelheid van ideeën en leerstellingen die naar voren komen, ja, daar zijn we het niet altijd met elkaar eens. Er zijn verschillende ideeën over verschillende dingen in de Bijbel. Wat moet je nou met zo'n progressieve, zo'n liberale christen? Zonder hier in discussie te gaan over het onderwerp. Maar wat moet je nou met zo'n progressieve christen die het helemaal geen probleem vindt om een vrouw als voorganger te hebben? Of wat heb ik hier opgeschreven? Wat ik al eerder zei, hè, die ernstige christenen in de conservatieve hoek. Zijn die niet eigenlijk veel te wettisch? Of wat denken we dan van de mensen uit die enorme charismatische pinkstergemeentes? Ach, veel te veel emotie. Man, jullie hebben het alleen maar over blijheid. Als je aan de lampenkap kan zwieren, dan doen jullie dat. Maar hoe kijken we dan naar deze mensen? Hè? En dan heb ik het nog niet eens over de echte theologische richting waaruit mensen voortkomen. Hè? Dan hebben we het Calvinisme. We hebben Luthers, Arminiaans. Wij wonen op het moment in Oudewater. Daar is Jacobus Arminius geboren. Dus ik heb mijn vriend op Madagaskar. We hebben wel eens een leuke discussie. Daar heb ik hem al even mee geplaagd. Ik zei, nou, dan kunnen we weer een leuke discussie. Want nou wonen wij in zijn geboortedorp. Dus ik ga eens eventjes me er helemaal in verdiepen. Elkaar lekker even een beetje sarren. Ik hou daar wel van. En u moet me ook niet verkeerd begrijpen hoor, ik vind theologie absoluut belangrijk. Het is theologie, dat heeft mijn hart. En we mogen echt wel van mening verschillen, maar theologie is belangrijk. Maar, om heel eerlijk te zijn, heb ik door de jaren heen één ding wel geleerd, is dat heel veel opvattingen die wij in de kerken hebben, niet per definitie al de opvatting was van de eerste apostelen. Dat vinden wij altijd een beetje vreemd. Wij zeggen altijd heel gauw, nou maar zoals ik dit zie, dit is absoluut Bijbels. Ja, en je kunt het vaak ook prima Bijbels duiden, maar dan is het soms een beetje een verbazing als een andere broeder of zuster datzelfde onderwerp pakt en op een of andere manier ook Bijbels lijkt te duiden. En zo door de eeuwen heen hebben we die opvattingen. Dan heb ik het over eenvoudige dingetjes. Bijvoorbeeld het dragen van een pak voor mannen in de kerk.
Ik heb even van tevoren naar broeder Dirk gekeken. Hoe gaat onze broeder Dirk gekleed? Want stel dat die hier nou elke zondag in een strak pak stond, dan had ik dat uit respect voor jullie ook gedaan. Maar ik zag dat hij er gewoon goed uitzag, netjes. Ik denk, nou, dan mag ik ook zo. Maar als ik mag voortgaan in een gereformeerde gemeente, dan gaat het stropdasje om. Maar zijn dit nou opvattingen die de eerste apostelen vastgelegd hadden? Dat een dame een hoed moet dragen in de ene gemeente en in de andere gemeente niet? Nee, dat zijn opvattingen die we door de jaren heen gekregen hebben. Of wat denkt u van deze hele gevoelige, komt de Heer Jezus nou voor de grote verdrukking terug? Erna, of misschien wel er tussenin? En het is hartstikke goed om daar met elkaar over te praten en over van mening te wisselen. En we mogen Gods woord daar ook op naslaan. Dat is belangrijk om daar naar uit te... We zijn het allemaal over eens dat we er naar uit mogen zien dat de Heer Jezus in ieder geval terugkomt. Maar die opvattingen, ja, je ziet door de eeuwen heen dat mensen daar ook in verschillen. Welke had ik opgeschreven? Deze kan ook zo ontzettend gevoelig liggen. Is een geredde zondaar in staat terloop zijn redding te verliezen of niet? En ik ben hier niet gekomen om u daar nou eens eventjes het laatste woord over te geven. Maar ik wil u erop wijzen dat deze opvattingen door de verschillende kerken heel verschillend uitgelegd kunnen worden. Heeft de Heere God vooraf bepaald wie er verloren gaat en wie er behouden wordt? Dus ligt het al vast? Of ligt het nog open? Daar kan je ook heel verschillend over denken. Mogen kleine kinderen gedoopt worden? Nou, dan ben ik in een evangelische gemeente. Dan weet ik zowat het antwoord al een beetje. Maar dan kom ik bij mijn broeder in de hervormde gemeente. En die weet dat dan toch ook wel weer heel mooi te vertellen. En ik heb daar natuurlijk... ik ben een Nederlander, dus ik heb mijn mening. Dat kunnen wij Nederlanders kunnen dat heel goed. Ik zeg altijd, Nederlanders hebben een mening. En als wij hem niet hebben, dan hebben we hem met 5 minuten. Dus, en welk kwam ik laatst tegen? Op het zendingsveld. Echt een ontzettende fijne broeder. Hij doet goed werk. Die man die wordt machtig gebruikt door de Heer. Maar die gelooft bijvoorbeeld niet dat de geestesgaven, genezing en dat soort zaken, nu nog werkzaam zijn. Hij zei dat was voor de apostolische tijd. Nou, dan heb je dan alweer zo'n ding. Ja, deze zaken maken samenwerking een uitdaging. Op zijn minst. Maar geen van deze zaken maakt ten diepste die ander een buitenstaander. Ten diepste draait dat niet om deze zaken. Dat hebben wij nu op het zendingsveld na 8 jaar zo ondervonden. Ten diepste draait het om de Heere Jezus. En de naakte werkelijkheid, de rauwe werkelijkheid is ook dat wij allemaal, niemand uitgezonderd, redding nodig hebben. Wij zijn allemaal hopeloos verloren zonder de Heer Jezus. Misschien wilt u met mij opslaan Psalm 14, vers 2 tot en met 3. Psalm 14, vers 2 tot en met 3. Een heel bekende psalm. Waar staat in Psalm 14, vers 2 tot en met 3. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen. Om te zien of er iemand verstandig was. Iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald. Tezamen zijn ze verdorven. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Dat is deprimerend. En dan gaan wij met elkaar zitten soebatten over wel een hoed in de kerk dragen of niet een hoed zitten dragen. Waar gaan we eerst eens met elkaar naar kijken? Ben jij wel gered? Want wij zijn allemaal afgedwaald, niemand uitgezonderd. Mensen kunnen me van alles vertellen. Ja, maar ik ben neutraal. Nee, het spijt me voor je. Je bent niet neutraal. Je bent bij de Heer Jezus of je hoort niet bij de Heer Jezus.
Heel de schepping is gevallen in zonde. En we weten dat heel de schepping zucht naar bevrijding. Nou, dan komen we even terug op die donatisten. Dat werd toch wel een beetje een hoogmoedig groepje. Ze wisten het wel. Zo moeten we het doen. Dit is de weg die we moeten gaan, niet anders. Doen jullie het op een andere manier? Fout. Dan moet het bij ons opnieuw gedaan worden. Laten we maar opnieuw dopen. Want jullie hebben het fout gedaan. Laten we eens lezen wat de Heer Jezus zegt over hoogmoedigheid in Lucas 18, vers 9 tot en met 14. Lucas 18, vers 9 tot en met 14. Want deze houding, die speelt natuurlijk al door alle eeuwen heen. Dat is niet voorbehouden aan nieuwtestamentische tijd. We hebben altijd mensen gezien die eigenlijk afkeurend naar anderen keken, niet zozeer om wie ze waren, maar omdat ze niet goed genoeg waren. Niet zoals zij waren. We gaan naar Lucas 18, vers 9 tot en met 14. En hij, de Heer Jezus, sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en een ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals alle andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. En dan stop ik heel even. Ik ben blij dat ik niet ben zoals die mensen in de Pinkstergemeente. Ik ben blij dat ik niet ben zoals die mensen in de hervormde kerk. Voelt u hem aan? De Farizeeër ging verder. Ik ben blij dat ik dat niet ben, of als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Het was een beste man, die Farizeeër. En waar ben ik nu? En de tollenaar bleef op een afstand staan. En wilde ook zelf zijn ogen maar niet naar de hemel opheffen. Maar sloeg zich op de borst. En zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u, zegt de Heer Jezus, deze man ging rechtvaardig terug naar huis. In tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Het verhaal neemt eigenlijk een beetje een onverwachte wending. We zien daar een Farizeeër en we moeten een heel klein beetje af van het verhaal dat alle Farizeeërs zo waren. Maar ze symboliseerden toch wel een bepaalde klasse. Maar we weten ook dat er Farizeeërs waren die wel werkelijk de Heer van harte wilden dienen en goed waren voor de mensen. Er waren Farizeeërs bij die stonden erg goed bekend bij het volk. Net als trouwens dat er in die tijd Romeinse soldaten waren die goed bekend stonden bij het Joodse volk. Dus soms is het ook wel eens interessant. Maar dit is een Farizeeër die eigenlijk een rolmodel was voor hoogmoed. En dit was een Farizeeër die iedereen imponeerde met zijn optreden in de tempel. De mensen keken naar hem. Ach, daar komt hij. Grote stilte. Daar komt hij. Hij was een man Gods. Maar wat zien we? Hij vertrekt met lege handen. Hij heeft de Heere nooit iets gevraagd. Hij vroeg niets aan de Heer. Want hij had alles al. Hij had zichzelf ook. Hij was behoorlijk ingenomen met zichzelf. En hij vertrok met lege handen, want hij vroeg niets aan de Heer. Aan de andere kant zien we daar de verachte tollenaar. Ook weer zo'n beeld van mensen die het allemaal toch niet zo best getroffen hadden. Ze heulden met de vijand, die tollenaars. Matthäus was er ook zo'n eentje. Hè? Was het Matthäus? Zeg ik nou verkeerd? Ja, Matthäus, ja. Ik zat aan Zacchaeus te denken, sorry. Matthäus. En die ging ondanks zijn gebreken. En ook al wist hij wel dat hij het allemaal niet zo best had gedaan, hij ging nederig naar de Heere toe. En hij zegt: Heer, wees mij genadig. En de Heer
verklaart hem gerechtvaardigd, waardoor hij in een goede relatie komt te staan met God de Vader. En op diezelfde manier keren de hoogmoedigen dus ook terug naar huis zonder iets te ontvangen. En vergis je niet, veel mensen die op die manier naar huis gaan, die hebben dat vaak ook niet eens in de gaten. Want ze gaan heel tevreden naar huis. Het is voor mij, als ik op Madagaskar loop, is dat gevaar er wel. Want ik zie mensen daar, en het is een heel arm land. En ik zie daar mensen die willen eigenlijk wel naar de kerk. Maar het lukt ze dan ook weer niet zo heel erg om alles een beetje kloppend te krijgen aan het eind van de week. Dus dan werken ze maar op zondagochtend. En dan zie je ze daar werken. En ik ga natuurlijk met mijn gezin, we gaan nog lopend ook door al die straten. Dus we vallen wel als witte mensen heel erg op daar. En dan zie ik ze daar. En dan is het in principe heel gemakkelijk om te denken van, tja, wij gaan wel naar de kerk. Het is heel makkelijk om in die valkuil van hoogmoed te vallen. En een hoogmoedig heeft zo'n onwrikbaar vertrouwen en geloven in hun eigen rechtschapenheid en zuiverheid, dat ze zichzelf voldoende vinden en eigenlijk niets nodig hebben van de Heer. Ze hebben alles ontvangen, ze doen het goed. Hè? En hun enige smeekbede zou inderdaad kunnen zijn, hè, wat die fariseer ook doet, laat mij niet zo zijn als die tollenaar. Hebben wij misschien soms ook wel eens de neiging? Laat mij niet zo zijn als die broeder. Praten we dan überhaupt al over broeder? Als die christenen. Of als die christenen. Maar nogmaals, ik wil dit wel benadrukken, want ik weet dat ik hier in een gemeente kom waar theologie bedreven wordt, waar onder de twee broeders die ik de keren op YouTube heb zien spreken, dat ik dacht van, die bereiden zich prima voor. Dat staat helemaal strak klaar. Complimenten. Ik heb Ronnie twee serie preken gezien en denk, nou, dat is toch wel heel knap. En dan broeder Dirk. Dus theologie is ontzettend belangrijk. Het is goed om als gemeente een bepaald idee te hebben over hoe de dingen horen te gaan. Maar maken afwijkende ideeën over hoe we de eredienst invullen, over onze kleding, over de doop, over de wederkomst, maakt dat iemand anders tot een mindere broeder of zuster. Dat is mijn belangrijkste boodschap die ik aan u mee wil geven. Moet onze eerste instantie niet zijn, onze aandacht niet in eerste instantie zijn op of iemand gered is. Wat zei die vader tegen die oudste zoon? Weten we het nog? Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Want deze broer van jou, hij draait het weer om. Hè? Het was eerst deze zoon van u. Maar die vader draait het om. Deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Vorige week zijn wij teruggekomen in Nederland. Ontzettend moe allemaal. En wij zijn eigenlijk gewend in, we wonen nu in de hoofdstad op Madagaskar. Wij gaan daar naar ik zou het een evangelische gemeente noemen. Maar daar komt van alles samen. Daar hoor je, omdat er niet zoveel Engelstalige gemeenten zijn. Dus soms dan hoor je tijdens het zingen iemand ontzettend hard juichen in de hoek. En dan tijdens de woordverkondiging gaat onze vriend Kim, die gaat voor. En dan soms bij sommige triggerwoorden hoor ik iemand achter, oh, come on, preach it, come on, brother. En dan denk ik, nou, dat is wel heel Pinkster. Terwijl ik verderop zie broeders en zusters heel, heel netjes en keurig. Het is een grote mengelmoes, maar het is een ontzettende explosie soms van muziek in onze gemeente. En zo komen wij naar Nederland, dat is wat wij gewend zijn, dat swingt en ach, dat is heerlijk. En toen hadden we zondag van waar gaan wij te kerken. Want ik hoef bij mijn kinderen niet aan te komen, nou, we moesten maar eens gaan uitslapen. Nee, dat zit er bij mijn kinderen niet in, want die willen naar de kerk. En toen kwamen ze erachter dat de plaatselijke hervormde kerk ook een heel groot jeugdwerk heeft. En ik zei, nou, we kunnen naar de evangelische gemeente. Fijn, evangelisch, bekend. Hè?
Blij, kijk eens naar papa, evangelische gemeente. We kunnen ook naar de hervormde gemeente. En mijn kinderen zeiden, laten we naar de hervormde gemeente gaan. Want daar zijn heel veel jonge lui en dan kunnen we die ook een beetje leren kennen. Nou, en we gingen naar de hervormde gemeente en er waren minimaal 400 mensen in de kerk aanwezig. En ik keek om me heen en ik werd blij, want er waren heel veel. Ik weet gewoon, de mensen die ik al sprak, die hielden oprecht van de Heere Jezus. En wat een blijdschap om dan te zien dat je dus samenkomt met heel veel broeders en zusters rondom het woord van de Heer. Broeders en zusters die ook, net als ik, net als wij, hopeloos verloren waren, maar hun heil en redding gevonden hebben in de Heer Jezus. Wat een blijdschap. Beleven ze het op dezelfde manier zoals ik het doe? Ik vermoed van niet. Zingen ze dezelfde liederen als wij vandaag hebben gedaan? Nee, het was iets rustiger. Het was wat moeilijker om het ook te pakken. Het was nog geen hele noten. Ik ben niet muzikaal, het was nog geen hele noten, maar ik vond het toch al heel heel. Maar het waren mooie teksten. Gingen de mensen met hun hand in de lucht staan? Nee. Maar dat waren allemaal mijn broeders en zusters die van de Heer Jezus hielden. En dat werd tijdens het koffiedrinken werd dat zo duidelijk. Zo duidelijk. En ik loop op de dominee af na afloop en ik stelde me voor. Ik stelde me ook voor van, nou broeder, dank u wel, het was een goed woord. Want die dominee die is mijn broeder. En die blijkt dus dicht bij ons te wonen. Ik zei, dan moeten we maar eens om een bakkie. Nou, dat leek hem een goed idee. En dit is ook wat de Heere Jezus doet, hè. De Heere Jezus die kwam om te zoeken. Hij heeft gevonden en hij wil redden. En dat zou ook onze inborst in eerste instantie moeten zijn. Al die andere dingen is prima om over te praten. Dat mag. Maar in eerste instantie hebben we elkaar zo nodig als gemeente in Nederland. We hebben in 3 jaar tijd Nederland zien veranderen. 3 jaar lang weg geweest. Ik heb van andere mensen gehoord hoe men met elkaar, met name in de grotere steden, omgaat. Hoe gevoelig sommige dingen nu liggen. Wat je wel kunt zeggen, wat je niet kunt zeggen. Het is een beetje eng, maar ik vind mijn weg er wel in. En tegelijkertijd besef ik me dat die broeders en zusters door heel Nederland heen nog steeds datzelfde willen. We willen nog steeds dat de Heere gevierd wordt. We willen nog steeds dat de Heere gepreekt wordt. En mijn wens en mijn gebed is dan ook dat wij ons daar met elkaar naar uitstrekken. En we hoeven niet allemaal in hetzelfde gebouw samen te komen. Dat hoeft niet. Want ik kan me best voorstellen dat als jij wat rustiger bent, dat je heel nerveus wordt van allemaal dansende mensen om je heen. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat als jij gewend bent om met vlaggen te zwaaien, dat je een beetje ibelig wordt van, niemand doet wat hier. En iedereen kijkt naar mij terwijl ik met die ene vlag in een kerk met 400 mensen bij wijze van spreken sta. We hoeven niet in hetzelfde gebouw samen te komen. Maar laten we alsjeblieft naar elkaar met liefde blijven kijken en ons verblijden over hoeveel mensen er nog steeds elke dag weer gered worden door de Heere. En als we met deze blik naar elkaar kijken, in plaats van elkaar de maat te nemen, wat kunnen we dan toch een hoop betekenen, ook voor ons land hier in Nederland. Ook voor onze buren, voor onze stad. Hè? En we mogen, dat heb ik hier ook, als de Heer Jezus dan ook redt, dan kunnen we, wat ik ook al zei, niet anders dan ons verblijden in dat wat hij gedaan heeft. In iedere ziel die hij toevoegt tot zijn gemeente. In 1 Korinthe 12 vers 13 staat, ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. En wij allen zijn met één geest doordrenkt. Doet het er dan toe, ten diepste, of je gelooft dat je een stropdas moet dragen of niet? Nee, want wij zijn één in Gods geest.
één in Gods geest. Nou, ik wil met u afsluiten met Paulus' gebed in Efeze 3, vers 14 tot en met 19. Efeze 3, vers 14 tot en met 19. Ook in Paulus' tijd waren de gemeentes verschrikkelijk divers. Wij denken heel vaak maar dat het overal hetzelfde ging. Maar er was nog niet een afgesproken vorm. Dus de heidenen, of de Grieken, die zullen waarschijnlijk een heel andere vorm van samenkomst hebben gehad dan de Joden. In het begin gingen de Joodse christenen nog gewoon samen, kwamen ze samen in de synagogen. Dat heeft er heel anders uitgezien dan toen de eerste Grieken met elkaar samenkwamen. En wat zegt Paulus dan in Efeze 3, vers 14 tot en met 19? Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en in u de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, de lengte en de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Amen. En dat is nogmaals heel graag wat ik u zou willen meegeven. Strek u uit. Ook naar die broeder of zuster die in die andere gemeente samenkomt. En bejegen elkaar, hou van elkaar, heb elkaar lief, want zo zal de wereld ons herkennen. Door de liefde onderling. Want de wereld weet ook wat twisten is. Dat neem ik aan. De wereld weet, oh, zet een groep mensen bij elkaar en ze liggen hopeloos met elkaar overhoop. Maar als wij laten zien dat we van elkaar kunnen houden, omdat we één in Gods geest zijn, dan hebben we een enorm sterk getuigenis. Amen.